Boristo is een spontane, charmante jongeman die... die we nu gaan bezoeken. Ja, als gevolg. Ja, dat Christo. Ik ben Annelie. Ik ben Tina Terzavo van Boete Vrouw. Ik kom u het goede nieuws melden dat u geselecteerd bent. Dat is inderdaad goed nieuws, Dinatje. Kom even, moet ik op koffie? Nee, bedankt. Ja, ik heb eigenlijk nog een verrassing. Meer dat dit jaar niet zo'n succes was qua kandidaten en moet ik qua vrouwen gaan van eerst keer aan de speeddates beginnen. Hallo, Menon. Is het wel snel, hè, Dinatje? Nee, Boris, ik laat er inderdaad geen gras over groeien. Maar maakt die anders snel klaar? Kunnen we er gaan beginnen? Ja, mij klaar maken, kan ik hier zijn overal, dus moet mijn appa maar leren zeggen. Ah ja, oké dan hè. Ja, ik leg het principe even uit. Dus als ik bel, dan zit de date erop en komt de volgende kandidaat. We zullen beginnen met Kimberly. Kimberly? Ah, nog schoolvolk. Kijk, laat ze mij verder nooit een schoolvolk op mijn boerderij gehad. Ik ben Kimberly, maar ik mag jou ook. Kinky Kimberly noemen. Kinky dingetje, ja. Wat doe jij zoal? Wel, sommigen zeggen dat ik een slet ben. Maar one night stands, dat doe ik niet aan. Enkel two night stands. Ah, is het er zo eentje? Ja, soms misschien wel een beetje sletterig. Maar dat vind ik toch niet erg, hè? Statistieken is 1 op de 10. Oh man. Zijn er zeker dat niet met mij wil trouwen? Nee, zo'n zo is gewoon een toekomst hebben. Zo kunnen ze samen trouwen. Jij in een zwart pakje, ik in een roze. Is van die schattige adoptiekindjes. Oh. En ik ga je toch trouwens voor altijd graag blijven zien. Daarom heb ik een gedichtje geschreven voor u. Het is fout. Het is niet goed dat je mijn buikje kriebelen doet. En het hoort niet, dat weten we allebei. Maar je maakt me zo vrolijk, wild en blij. Gevoelens, je hebt het niet voor het kiezen. En ik was heus niet van plan mij in jou te verliezen. Maar ja, het is gebeurd, dus hou het tussen jou en mij. En alsjeblieft, maak me vrolijk, wild en blij. Ik zal er ook een keer over nadenken. Misschien. Miljard, man, ze zien nu nog allemaal binnen smeden. We zitten op pijs over ons allemaal aan, hè? Hallo, ik ben Lieselot. Ik ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jaar. Ik zit al in het zesde leerjaar en volgend jaar. Toen is het ook goed, zeg. En wat sprak u zo al aan mee? Wel, eerst en vooral, zo'n groot bedrijf heb ik al gezien op tv, hè? Ja, maar dan moet ik wel zeer veel verdienen. En ja, agrarisch grondbewerker, dat klinkt niet slecht, hè. Ja, je mag jij er ook nog wel wat zien, ja.
En ten derde, dat is eigenlijk ja, de belangrijkste reden. Zo kom ik naar Club TV. Dat is vrij goed voor mijn reputatie. En dan zien de mensen thuis ook nog een keer wat deftigs. Want tegenwoordig... Oh ja, oh ja. Ah ja, nog één iets. Dien overal. Dat is het niet. Nee. Ik heb een cadeautje meegebracht voor u. Even geduld. Een schone trui van Abercrombie & Fitch. Dat zou zoveel mooier zijn bij u. Maar hij vindt mij overal niet schoon. Maar uw rok is anders ook niet van de koortjes, hè? Weet jij de regel of wat? Hoe langer de sok, hoe korter de rok. Wel, Boeristo, dat waren dan de speeddates. Wie ga je meenemen naar je boerderij? Wel, ik was eerst Louis-Marie's linkskwal mee pakken. En Kinky Kimmy, die mag er ook al bij zijn. En voor het laatst zou ik broer Jolien mee pakken. Geen probleem, 10 en 11 vingers. Jullie noemen ze weer naar
Siri stof, merci, merci. Oh, niet zo saai. Ah, dat is dus gepest dat je maar in hebt, maar dan moet ik hier ook niet uit, maat. Ja, maar wie kies je dan? Ah, Dinatje, het is de eerste minuut dat ik je zag, mijn hart al snel.